De stichtingen Sure Aims, Suridox, 1 voor 12 en Quarantijn gaan een crowdfundingcampagne opzetten voor de voorverkoop van ongeveer 350 zorgtickets. Het doel is om €20.000 op te halen voor de financiering van betaalbare en gegarandeerde acute ambulancezorg. Deze zorg heeft namelijk een prijzig kostenaspect. De verzekeringsmaatschappijen dekken slechts een deel van de ambulancekosten, namelijk 250 SRD. Om goed in te spelen op deze behoeften zullen er wel kosten moeten worden betaald, zegt Roel Brug van stichting Sure Aims. Vandaar de verkoop van de AmbuPas. De groep hoopt dat na verloop van tijd de verzekeringsmaatschappijen de pasjes zullen overnemen. Hij begrijpt wel dat de verzekeringsmaatschappijen sceptisch staan over het AmbuPasje, maar verzekert dat het rendabel is. Eén is, men kan misbruik gaan maken van die ambulancedienst en de verzekeringsmaatschappij blijft maar betalen. Dat is te begrijpen. Een ambulancedienst dat zomaar wordt ingeroepen, toch? Zonder dat er deskundige expertise aanwezig zijn. Dus heel wat zaken waaraan de verzekeringsmaatschappij zegt, liever begin ik niet eraan. Maar ik heb toch de basis wel gedaan. Maar ik zeg, als Surinamer moeten wij dat van het ambulance gebeuren. De acute zorg moet goed geregeld zijn. Want je weet nooit wanneer een ongeluk kan plaatsvinden. En dat je plotseling die ambulance die nodig is, niet kan bereiken. Of heel wat wegen zijn. In de afgelopen 3 maanden dat wij de dienstverlening hebben gedaan, hebben we een hele goede samenwerking gehad met de centrale meldkamer. Dat hield in, als wij een melding kregen, wij een meldingsplicht hadden naar de centrale meldkamer ook. Maar dat ze ook weten van, oké, de ambulance gaat naar zo'n locatie en we vragen altijd assistentie. Want wij gaan niet de wetten vertrappen. De wet geeft aan de politie, CQ of arts, mag de ambulance inschakelen. Nou, ik zeg van, dat kan, dat mag en dat moet. Het is een wetgeving. Maar indien iemand een ambulance nodig heeft, is het altijd voor 80% altijd acuut. En hebben wij gezegd van, dan mag u ons rechtstreeks bellen. En wij stellen dan de politie op de hoogte dat wij uitreden en dat we graag onze collega's of onze goede kameraden op locatie ontmoeten. Maar de eerste zorg wordt verleend. Dat is belangrijk. De crowdfundingcampagne wordt door Apura Networks gecoördineerd. Miguel Rodriguez, CEO van Apura Networks, zegt dat zijn organisatie wil dat de acute zorg in Suriname goed wordt aangepakt. En ieder kan een zorgticket van €25 via de website van Apura Networks kopen. Iedereen die vanaf €25 doneert, we hebben eurobedrag een miljoen opgenoemd, zou een zogenaamd zorgpas kunnen kopen. En, of een zorgticket. Die ticket kan je namelijk inzetten, eenmalig, voor een periode van 6 maanden in Suriname, waarbij je kosteloos wordt getransporteerd. Dus stel, u heeft afkloppen, u overkomt iets in het verkeer, u heeft een ambulance service nodig, dan kunt u dit ticket inzetten en Sure-Aims rukt meteen uit. Wat de situatie nu in Suriname is, of ik weet niet of ik degene ben die dat kan uitleggen, is dat er nu eerst de politie te pas moet komen, die moet evalueren of het geval ernstig genoeg is, dan moet de ambulance rijden en de capaciteit, nu vooral vanwege de vele ongevallen, is daar enorm veel druk op. Dus vandaar dat wij ook hierop ons steentje willen bijdragen om deze extra capaciteit te bieden. Miguel Rodriguez van Apura Networks. De stichtingen Sure Aims, Suridox, 1 voor 12 en Quarantijn gaan een crowdfundingcampagne opzetten voor de voorverkoop van zorgtickets. Het doel is om €20.000 op te halen voor de financiering van betaalbare ambulancezorg.